Die bang ze dus de kont niet meer kunnen afwegen het weekend. Vanwege het coronavirus. Toen kwam er ineens een omroeper vertellen dat Bonanza niet doorging. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy was killed by the shooting. Hij stond in de deur zijn sleutel te zoeken. Zouden ze Meulenbelt lezen? Ze was jong getrouwd, met een fijne man. En hier wachten mensen al direct een verrassing. Onaangekondigd spreekt prinses Irene de massa toe. Ik ben blij om met jullie te kunnen. Hij hoorde er dus niet echt meer bij. Dat wat mijn diepste overtuiging is. Zelensky says a full-scale Russian invasion is underway. Vrijdagavond zaten ze gezellig met z'n allen bij elkaar in de huiskamer voor Bonanza, hun lievelingscowboyfilm. Maar toen kwam er ineens een omroeper vertellen dat Bonanza niet doorging.